moeilijkheid is glutenvrij of faan. Nee, het is helemaal geen wazen of Fortnite. Nee, want ik had trouwens niemand voor Fortnite Squid Game. Dus laat trouwens ook even hier weten of join mijn Discord trouwens. Voor als jij een YouTube kanaal hebt en die Fortnite Squid Game met mij wil doen. Ja, dus laat dan zeker weten in mijn Discord. Join hem zeker even en dan laat daarachter. Ik wil wel meedoen met een video en ik heb mijn YouTube kanaal. Dus ja, zo dan komen er veel meer video's daarvan op het kanaal. En nu gaan wij dus Geocacher doen. En ja, welke categorie gaan we doen? Nou, ik denk dat ik weer ga voor Famous Places. Ja, we gaan maar even een keertje lachen of een beetje kijken als we goed zitten met hoe goed ik eigenlijk de wereld ken. En alles. En trouwens even verwarmd mijn. Waar heb ik nu weer? Wat, ja, dus het leven is wat anders. Komt. Ik heb nu tijdelijk even een ander lampje voor. Ja, voor licht. Zodat je mij goed ziet. Want die andere is nou kapot. In ieder geval, ik weet niet hoe het komt. Ineens was hij ook toen ineens een keer zo los. En ik kon hem nog wel gebruiken, maar nu. De laatste keer was hij echt gewoon kapot en bleef het niet meer zitten. Misschien kan ik hem nog lijmen met secondenlijm, maar dat zie ik wel. Dat is ook wel heel moeilijk, denk ik, want dat is, ja, dat blijft en dat is meer gewoon zo gemaakt. Dus ja, ik denk dat ik gewoon een nieuwe ga halen. Maar we gaan dus gewoon naar de video, denk ik. Ik denk dat dat het beste is. Ik heb eigenlijk niks meer te zeggen. Alleen volg en join. Doe even, check even ja, in de beschrijving voor alle andere socials zoals Insta, Twitter en Discord. Join de Discord en volg mij op Twitter en Insta. En vergeet ook zeker even niet te abonneren op mijn kanaal. Want ik zie namelijk meer mensen wat mijn video's kijken zijn niet geabonneerd. Dus doe dat zeker even en als je al geabonneerd bent. Dan krijg je namelijk alle meldingen wanneer ik een nieuwe video upload. Dus doe dat even, zodat je geen video's meer hoeft te missen natuurlijk. En dan gaan wij nu naar... Ja, Geocacher. Oké. Dit is volgens mij... Oh nee, nee, nee. Dit is bij Moskou toch? Of ja, Siberië noemen ze het, maar voor mij is het Moskou. Want hier, iedereen herkent dit wel. Iedereen herkent dit. Ja, ding. Ja, hoe heet het, dit ding? Dat ding. Ja, hoe heet het nou alweer? Maar in ieder geval, iedereen herkent, iedereen weet wel wat dat is. Dat heb je, dat is in Moskou. Volgens mij is dat echt gewoon Moskou. Ze noemen het ook wel Siberië of zo. Maar, of misschien wordt zo dat gebied genoemd. Ik denk gewoon door dat gebied. Misschien staat er ook wel ergens weer zo'n icoontje bij. Ja, ik weet het dan niet. Ja, toch, ik ga gokken vandaag. Oké, nou. 562 meter. Dat is niet slecht, maar ja, ik ken... Hoe is dat dan, dit ding? In ieder geval, iedereen herkent dat ding wel. Iedereen.
iedereen weet gewoon wel welk ding dat op is. Ja, dit. Waar is dit nou weer? Een paard. Wat staat er op dat ding? Hoe weet je wie erop staat? En ik kan dat net niet lezen en ik kom niet daar. Het spijt me wel weer dat ik een beetje. Maar staat er iets in het Grieks op of zo? Denk dat dit. We gaan even een bordje vinden. Be billet. Zit ik. Ik denk Frankrijk. Ik denk dit is weer eigenlijk Frankrijk. Alleen ik weet dan niet waar. Denk. Okay, hier staat Duits volgens mij. Wie kan hij vinden? Ik aan de hemel. Oh, dat is zo. Oké. Jongens, echt. Sorry voor degene wat Duits kunnen. Sorry dat het zo raar klinkt. Echt. Sorry dat het niet normaal klinkt. Maar. Wie gaan vinden? Ik ga hemeligheden. Mijn gende. Echt zo sorry, echt. Voor iedereen wat goed Duits kan. Sorry. Ja, dat ik het zo zeg. Ik kan totaal niet. Ik kan totaal niet die taal. Ik kan totaal niet dat accent nadoen. Ik vind trouwens. Ik kan het ook totaal niet, maar ik kan wel zien dat dat is Duits. Dat weet ik dan wel, maar. Ik kan het totaal niet, omdat. Waarom? Ik ben niet geïnteresseerd in die taal. Nee. Ik ben meer geïnteresseerd in de taal Spaans. Dat is meer, daar heb ik meer interesse in. Dat vind ik ook leuker. En ja. Terwijl, je leert ook gewoon. Je leert ook sneller als je er interesse in hebt in een taal wat je leuk vindt. Nu weet ik het totaal niet. Is het. Dit is Frankrijk, denk ik hoor. Dit is Frankrijk. Dit is geen Duitsland. Lieve, dit zie ik echt niet als Duitsland aan. Met allemaal die. Royals gebouwen. Beetje echt zo van die paleizen. Ik vind het echt meer als Frankrijk. Alleen waar in Frankrijk? Denk ik. Ja, Parijs. Ik hoop. Oké, ik ga gewoon daar gokken. A few moments later. Dus Denemarken. Serieus, Denemarken? Geen wonder dat ik het niet kan uitspreken. Maar in ieder geval, Deens is ook naar Duits. Duits naar Deens. En die talen lijken allemaal op Duits. Terwijl. Deze drie, vooral deze en deze taal en deze taal, lijkt allemaal op Duits. En hier ook. Dit is ook Duits. Dus daarom geen wonder dat, ja, dat ik verkeerd zat. Want ik zag namelijk net een bord met Frans, volgens mij. Een bord met Frans, dus dat was toch Deens. In ieder geval. Laat trouwens ook weten, even welke taal ken jij allemaal en welke taal vind jij leuk om te leren? Of wat is jouw favoriete taal wat je mooi vindt en wat je graag zou willen leren? Laat het zeker even weten hier in de reactie. Ik ben wel benieuwd naar jouw reactie. Wel, ja, ik zou eigenlijk wel goed alle talen willen leren. Eigenlijk heb ik daar wel interesse in ook. Maar ik laat nu even de taal uit waar ik interesse in heb. Dus. Spaans zou ik wel spreken. Chinees zou ik eigenlijk ook wel willen kunnen spreken. En
Of ik doe het ook een beetje. En ja, pols vind ik ook wel vet om te kunnen. En ook een beetje in die Balkanlanden. In die Balkanlanden. Ik zou maar echt goed die talen willen spreken. Dan kun je gewoon mensen op je werk ook gewoon een beetje horen wat ze zeggen. Dat is wel leuk. En dan zitten hun daar gewoon dingetjes te zeggen over jou in hun eigen taal. En dan versta je dat gewoon. Dat is wel vet hoor. En dan moet je daar niks van zeggen. Maar dan zitten die en dan hoor je gewoon wat ze allemaal zeggen. Maar in ieder geval, dat zijn een beetje de talen wat ik graag zou willen kunnen spreken. Maar, ja, in ieder geval, laat ook even weten welke taal zou jij wel graag willen kunnen spreken. Wat vind jij een mooie taal? Laat het zeker even weten hier in de reacties. En dan geef ik jouw reactie ook een hartje. Gewoon omdat ik het leuk vind. Omdat ik het dan leuk vind dat jullie een reactie plaatsen. Wat met de video heeft te maken, zoals dit nu. Maar wat is jouw favoriete taal? In ieder geval, ik geef die een hartje. We gaan naar de volgende. Ja, dit weet ik. Dit weet ik. Dit weet ik sowieso, jongens. Dit weet ik 100%. Alleen moet ik nu even heel goed gaan kijken. Iedereen weet het. Alleen, ik denk voor de meesten zit nu een beetje... ja, ziet er niet echt zo uit. Maar als je hier kijkt en hier kijkt. Ik zoom maar even in. Als je dit torentje kijkt. En hier. En daar. Dan... ja, je moet er natuurlijk zijn geweest, maar dan weet je wat het is. En je ziet nou waar ik heen ga. En ik moet ook even kijken waar is Westminster. Nu moet ik even goed kijken waar ik sta. Dus die is... dat was ook een straat. Sta dan hier zo. Oh, dat is Big Ben. Want hier is die straat. Ik sta niet hier, want gaat een bocht zo en ik weet precies hoe dat hier loopt. Want voor degene wat niet weet, ik ben er namelijk geweest. Terwijl, je kan het zien op mijn Insta story bij highlights. Dan, dus check hoe even mijn Insta en dan kun je het zeker even checken. Dat was, ja, in ieder geval, het vond ik echt mooi daar. Echt mooi. Zeker een aanrader als je, ja, van vakantie houdt. Zeker een aanrader. Prachtig deze weg. Ik denk echt dat ik nu perfect sta. Ik hoop zo. Ik denk echt, en dan sta ik er 1 metertje naast. What the fuck? Dat was toch hier? Ik dacht, ik zag hier die bocht. Maar ja, oh ja, dan kun je ook niet die ding zien. Maar ja, dat was een bocht. Dat was een bocht. Daarom dacht ik hier stond en niet daar. Maar ja. In ieder geval, ja. Maar het is gewoon zo jammer dat die toen in de dingen stond, in die stijgers. Maar in ieder geval zeker een plek om heen te gaan. Waar sta ik nu weer? Hij is in. Ja, hoe moet ik dat hier aan gaan fucking zien? Ja, hoe moet ik dat hier aan gaan zien? Of is het niet in dingen? Nee, dit is in Frankrijk. Ik zie het, dat is in Frankrijk. Alleen waar de fuck is Frankrijk? Waarom dat trouwens zo weinig video over Frankrijk is? Ik kom er nooit, omdat, ja, ik ken geen één woord Frans en ten tweede, mijn vader wil er niet heen en, ja, ik denk gewoon wel meer Parijs, maar ja, ik weet totaal niet waar ik kijk, man. Serieus, Rome? Ja, hoe moet je dat gewoon fucking zien aan die freaking kerk? Hoe de fucking moet je dat zien? Hoe de fuck moet je dat zien? Hoe? Hey, dit was zo raar. Dat was zo raar. En dit weet ik sowieso ook. Alleen ik ben er nog nooit geweest, maar ik weet wel waar die ligt. En ik weet wat dit voor een ding is.
After triumph. Oké. Oké, ik ga het even goed uitspreken. After triumph. Oké, echt. Ik ga echt kloten. Echt, ik kan ook geen één Frans woord uitspreken. After triumph. Ze echt, jongens. Neem het voor. Echt, doe dit gewoon even. Nee. Of in ieder geval. Ja, ik kan ook gewoon echt niet die Frans uitspreken. Echt niet. Ik heb daar gewoon niet die stem voor. Maar dat is in ieder geval in Parijs. Dat is die after 12. Zo. Die staat op de kaart. Kijk, hier wat je trouwens ook echt in Parijs allemaal hebt. En dan is nog eventjes de vraag, waar sta ik? Sta ik bij een metrostation? Volgens mij sta ik bij een metrostation. Sta hier zo wat, denk ik. Nee, aan de andere kant, what the fuck? Oké, ik dacht omdat. Ja, ik zag een metrostation, dat is daarom. Alleen ja, dit is ook wel goed hoor. Maar dit vind ik wel minder leuk eigenlijk. Dat je. Dus, oké, ik ga het nu uitspreken. De triomf. Oké, ik hoop dat ik het goed uitspreek, echt. Maar dat je bijvoorbeeld dat ding kan zien op de kaart. En dat vind ik best wel jammer eigenlijk. Eigenlijk is het, misschien is het ook nog leuk, of misschien een speciale game mode. Een hart, famous place, dat je echt moet raden aan straten en alles. Waar het is. Dat is misschien nog leuker. Omdat. Ja. Kijk hier. Ja, hier moet je nu gewoon echt raden welk kantje staat. En dat is jammer. Kijk. Oké, ja. Ik weet het dan niet precies aan welke kant het al was. Maar. Ja, in ieder geval. Dat is misschien nog wel leuk. Als dat ze dat misschien doen fixen. Maar. Ja. In ieder geval jullie zagen het. Dit was wel een goede video. In ieder geval. We hadden nu echt. Heel goed, ik kan ook wel even view ding doen. Kijk hier. Ja, alleen deze twee waren een beetje uit de hand. En dan wel die af, die laatste was wel goed, die ene ding. Maar twee een beetje ver, alleen ja. Maar voor de rest, we hadden wel goede plekken. Maar, ja, dit is ook wel leuk. Denk ik om misschien met iemand anders te doen. Lijkt jullie dat leuk? Dus laat het zeker even weten. Want voor mij kun je ook zo'n challenge doen. Dat je moet raden waar je bent. En dan moet die ander dat ook. En dan ja, dat in ieder geval. Dus laat het zeker even weten. En ik wil dus jullie hierbij zeggen. Ik hoop jullie genoten hebben van deze video. Dus doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. En daarnaast op dat belletje klikken. Daarnaast van niks. Staat, zodat jullie geen video meer hoeven te missen. En dan zeg ik zoals altijd, adios.